Het is passen en meten. Wachten, goed richten. En dan hangt die, een van de belangrijkste onderdelen van het rad, de as. De as, daar komen daar de spaken in te zitten, de spaken van het wiel. Dus het is een heel cruciaal onderdeel. En we hebben vanochtend vroeg de masten omhoog getrokken. Ja, de belangrijkste basis staat nu. En als ik de originele planning bekijk, we zitten nu op versie 336 geloof ik. Hadden we eigenlijk zo'n 2 weken geleden klaar moeten zijn. En klaar zijn, dat is wel nodig als het over 10 dagen de gasten van het internationale vuurwerkfestival wil ontvangen. Het festival afgelopen jaar goed voor bijna 500.000 bezoekers, moet het moment zijn waarop het reuzenrad zich presenteert. Er zijn er een hele hoop mensen hier. En we willen natuurlijk als we open gaan zoveel mogelijk mensen in het reuzenrad hebben om de investering die we gedaan hebben om nog een beetje op een leuke manier terug te kunnen verdienen. Dus ja, als het vuurwerkfestival er is, ja, je kent het, dan staat alles hier vol. En dan hopen een hele hoop mensen te mogen verwelkomen. Mooie ambitie, maar is het rad over 10 dagen wel klaar? Want de sloop van dit vervallen deel van de pier is ook al uitgesteld vanwege het slechte weer. Onze planning zou aanstaande zondag helemaal klaar moeten zijn. Maar helaas hebben we het horen gekregen dat we morgen bijvoorbeeld niet kunnen uitvaren vanwege het hoge golfslag. Dus we houden een slag om de arm.